Welkom bij de podcast Menno en Erwin wandelen in de natuur. Ja Menno, gezellig, we zitten weer bij elkaar. Het wordt steeds wat kouder en waar gaan we het deze week over hebben? Nou, we gaan het hebben over de winter. Ah, de winter. En waarom hebben we het nu over de winter? Nou ja, er zijn allerlei redenen voor. De eerste is natuurlijk, officieel begint de winter op 21 december. Ja. Ik heb dat altijd al heel raar gevonden. Ja, dat vind ik heel laat. Het is heel laat aan de ene kant. Wij leven natuurlijk dit jaar, kijken we heel, denk ik, heel anders aan tegen de winter dan een jaar geleden. Want op de een of andere manier is in Nederland wel het besef doorgekomen, wat gaan we aan die verwarming doen? Ja. Dus iedereen kijkt dagelijks bezorgd naar de thermometer en wat gaat er de komende week gebeuren? Isoleert zich een ongeluk, zet de thermostaat toch maar weer een paar graden lager. Dus we hebben ineens een enorm besef van de winter gekregen. En als ik dat bij mezelf naga, eerlijk gezegd een jaar geleden, dat deed je helemaal niks aan, zou ik maar zeggen. En wij zijn dus een beetje als mensen een soort ontwinterd. Het maakt allemaal niet uit. Je zet die centrale verwarming aan. Dat draait allemaal wel lekker door. Ja. Dus dat winterbesef is ineens voor een deel weer teruggekomen. Ja. We komen weer dichter bij de natuur. Nou ja, in ieder geval realiseren we het ons. Aan de andere kant beginnen we dan ook haast een beetje blij te worden met die opwarming. Want we zeggen, nou, dan wordt de winter tenminste niet zo koud. Nee. Dus het is allemaal zo tegenstrijdig als wat. Hm. En dan was er bijvoorbeeld, deze week was, dat was begin december. Mm-hmm. Was er een aandacht voor dat er nog zoveel bladeren aan de bomen waren. Ja. En vraag van mensen, van hoe kan dat dan? Nou ja, dat komt toch door die opwarming. Omdat de tijd daarvoor was het nog behoorlijk warm. Het was een van de warmste herfsten die we gehad hebben. Dus de noodzaak om de bladeren laten vallen was gewoon niet aanwezig? Ja, want nou ja, dat hadden we al een keer gezegd. Die bladeren moeten van de boom af omdat ze te veel water verliezen. Er is geen fotosynthese meer. Het licht is te weinig. Maar op dit moment zie je nog heel veel groene bladeren aan de bomen. Ik bedoel, bramen, eiken. Er zijn heel veel bomen die nog volop bezig zijn. Ja. Je ziet ook sommige bloemen ineens weer tevoorschijn komen. Dagkoekoeksbloemen heb ik gisteren nog gezien. Paardenbloem die ineens weer hier en daar bloeit. Ik vind het ook mijn gras. Bijvoorbeeld, ik dacht dat ik wel klaar was. Maar ik kijk er nu wel eens naar en denk, nou, misschien moet ik er nog een keer over. Nog even een winterbeurt geven. Nee, dus, nou ja, dus ja, dat klimaat blijft doorspelen. En de natuur heeft het daar dus ook best lastig mee. Er gaan dus planten bloeien die normaal helemaal niet bloeien. Terwijl er natuurlijk altijd al wel planten geweest zijn die toch juist in de winter gaan bloeien. Dat is op zich heel bijzonder. Ja, sneeuwklokje, denk ik dan. De winterakoniek, die is dan nog net iets eerder. Dat is ook zo'n bolplantje, een mooie gele bloem. Gaspeldoorn, heel vroeger heette dat de stekelbrem. Die lijkt een beetje op de brem, maar ik heb toevallig ook nog bremplanten zien bloeien. Er zijn dus altijd wel een paar die de winter trotseren. En dan zijn er dus blijkbaar toch ook insecten, kan het niet anders, die dat ook doen. Ja, er zijn dus blijkbaar toch nog soort, ik neem aan dat de hommels zijn of wat zwaarlijvige insecten die opwarmen kunnen. Ja. Die schuilen op warme plekken. Ik wou zeggen, ik zie ze dan niet. Nee, de meeste insecten die de winter als volwassen insect proberen door te komen, die schuilen. Die vind je dan onder de schors of in de schuur. Vind je sommige vlinders. Je vindt ook bijen en hommels kan je ook nog aantreffen natuurlijk. Dus die zijn er wel, maar de meeste insecten die kiezen voor drastische maatregelen. Die besluiten om niet als volwassenen de winter door te komen. En hebben er nog voor die tijd eieren afgezet. En de eieren zijn dan degene die de winter doorkomen. Of de larves. Ja. Dus op die manier redden de meeste insecten zich. Maar er zijn dus blijkbaar toch een paar dapperen die bloemetjes nog bezoeken. Ja. Ik vraag me trouwens ook even af, heel iets anders. Ik onderbreek je even, maar ik zie nog steeds zwanen bij ons in het water. Ja. Wat doen die eigenlijk? Nou, die gaan het hele jaar door. Zwanen zijn zeg maar standvogels bij ons. Die blijven door. Ze hebben wel graag open water.
Ja. Dus als het eenmaal dichtvriest, wat wij niet zo vaak meer meemaken... Dan zoeken ze het wel een beetje vertwijfeld nog naar open water. Ja. Maar als dat er niet is, ja, dan schuifelen ze over het ijs. Ja. Okay. Nee, die zwanen die zijn behoorlijk actief nog. Ja, ja, zeker. Net zo goed als ganzen natuurlijk. Die komen voor een deel ook nog uit het noorden en noordoosten hierheen. Hm. Voor een deel blijven ganzen inmiddels ook... die bij ons de zomer doorbrengen, die blijven hier ook. Hm. Grauwe gans, die is eigenlijk een standvogel van het hele jaar geworden. Maar nou ja, dat geeft dus een beetje de andere truc om de winter te overleven. Dat is trek. Ja, gewoon weggaan. Ja. Dus beesten uit het noorden vinden dan Nederland warm genoeg. Nederlandse vogels die trokken vroeger bijvoorbeeld spreeuwen, die trokken naar Zuid-Engeland. Mm. Dat is een mild klimaat daar. Ja. Of naar verder naar het zuiden. Maar ook daar begint een beetje een verschuiving in op te treden. De tjiftjaf die vroeger zeker naar Afrika vloog, die blijft soms haast hier. Of die gaat op zijn hoogst een beetje naar Zuid-Europa. Dus ook daar heeft het klimaat invloed. Maar ik vind het toch wel heel grappig, want we hebben natuurlijk... Het is hier een graad gemiddeld warmer of zo. Toch? Ja, ja. Dat is toch niet... Dat is ook weer niet... Nee, maar dat is voor zo'n winteroverleveraar... en dat is voor jouw energiemeter op dit moment ook. Dat merk je meteen. 1 graad, het kost heel veel energie om dat bij te stoken. Ja. Nou, dat geldt voor die meestal kleine beesten ook. Dat is best ingewikkeld om dan dat te overleven. Ja, oké. Okay. Maar goed, er zijn natuurlijk nog veel meer manieren. Ik bedoel, er zijn ook beesten die wintervoorraden aanleggen. Die zoeken dus een warme schuilplek... Ja. Eekhoorntjes of zo, die verzamelen braaf hun nootjes in de herfst. Ja, prachtig. Ja. En bijvoorbeeld, ja, daar hebben wij niet zo heel veel last van. Beren, bruine beren, die trouwens dus wel in Midden- en Oost-Europa best voorkomen. Die leggen ook wel voorraden aan. Ja. Die hebben een lichte vorm van winterslaap. Die zorgen dat de temperatuur fors omlaag gaat af en toe. Lichaamstemperatuur, maar niet helemaal naar nul. Ja. En die worden dan weer wakker en dan eten ze wat. En dan gaan ze weer slapen. Ja. Nou ja, pas op. Hè. Dat slapen is een beetje raar. Want dat is niet de gewone slaap die wij hebben. Het is echt, ze zorgen dat de lichaamstemperatuur zo laag is... dat de hele stofwisseling gaat op een laag pitje. Ja, heel bijzonder. En dat is natuurlijk nog veel bijzonderder bij marmotten en grondeekhoorns die wij in Europa hebben... Want die gaan met hun temperatuur echt helemaal naar nul of naar de omgevingstemperatuur. En als het vriest, dan kan het dus ook zijn dat het lichaam onder nul komt. Ongelooflijk. Terwijl de kop en de hersenen blijven meestal ietsje warmer. Ja. En ze hebben een soort antivriessystemen. Ja, dat moet wel door het bloed heen of zo. Ja, en dan zakken ze dus echt naar de omgevingstemperatuur. Heb je dus een koude bolletje in je hand als je zo'n beest uit de winterslaap oppakt. Zeer fascinerend hoe de natuur op zoveel verschillende manieren dit geregeld heeft. Ja. Maar ja, het is natuurlijk wel een bar seizoen. Ja. Die hele natuur die heeft zich erop ingesteld op onze breedtegraad. Want het is natuurlijk ook steeds een voorbereidingstijd op het voorjaar. Alles staat een beetje op scherp van gaande dagen al langer. Want die daglichtlengte is dan heel belangrijk. Dus zo gauw... Want even voor mij, Menno. We gaan natuurlijk nu naar die 21 december toe. Ja. En dan, dat betekent dat het wordt nog steeds donkerder en donkerder. En vanaf 21 december wordt het weer lichter. Dan verschuift de avondtijd en de ochtendgloren verschuiven een beetje ongelijk. Dus het duurt nog een paar dagen voordat de daglengte in totaal echt weer langer wordt. Okay. Maar het gaat die kant op. Ja. En daar zijn al die biologische systemen in al die planten en dieren... die zijn er allemaal op ingericht om die daglichtlengte waar te nemen. Hm. Want dat is in principe dan het signaal om de zaak weer op te starten. Ja. Nou noemde je net al seizoenen, ja. Want daar hebben we een vraag voor binnengekregen. Dus die zal ik eventjes voorlezen. We hebben dan een vraag gekregen, dat is van Thijs. Want die zei dat vanmorgen bij mij aan de keukentafel. Die zei van, goh, papa, waar komen al die seizoenen nou precies vandaan? Ja, nou dat is een hele goede vraag. En dat is helemaal niet zo simpel om dat goed uit te leggen. Okay. Want... En er zijn gelukkig hele goede websites, bijvoorbeeld van schooltelevisie en zo, waar dat met plaatjes is uitgelegd. Ja. Het is echt goed om daar eens goed naar te kijken.
Want er zijn drie dingen belangrijk. Ten eerste, de aarde draait om de zon. Ja. Dat is heel belangrijk, dat die in een jaar tijd helemaal om de zon heen cirkelt. Ja. Dus in de winter komt de zon zeg maar 180 graden van de andere kant dan in de zomer. De aarde draait natuurlijk om zijn eigen as. Ja, en het allerbelangrijkste is, de aarde draait niet precies, staat niet precies recht ten opzichte van dat vlak waarmee die om de zon draait. Hij staat een beetje scheef. Okay. En dat betekent bijvoorbeeld in de zomer, omdat hij scheef staat, dan is onze Noordpool, die is altijd licht. Die krijgt dus 24 uur licht. Okay. Terwijl als je op dat moment naar de Zuidpool zou gaan kijken, is het daar 24 uur donker. En dat komt door die scheve stand. Okay, want anders was het precies half-half geweest. Precies. Ah, okay. En dan geleidelijk aan, als je naar de Evenaar gaat, daar op de Evenaar is het altijd 12-12. Dus daar wordt het om 6 uur 's avonds donker en om 6 uur 's ochtends licht. En dat is het hele jaar door. Dat is heel saai. Ja, weet je, vroeger dacht ik van die warme landen lijkt me heerlijk leuk. En dat is de laatste tijd, ik denk alleen maar, het is wel heel saai. Bovendien gaat het heel snel. Want ik heb een tijdje in Afrika ook gewerkt. Mm-hmm. En in het veld. En dan, je dan niet voorbereid bent, je moet echt om 6:10 ben je eigenlijk te laat. Je moet alles klaar hebben, want woeps, is het donker. Dat gaat heel snel. Ja. En dan is het 12 uur lang donker. En dan zit je daar in je tentje en dan hoor je al dat geschreeuw van verschrikkelijkste roofdieren. En je hoort sluipen van krokodillen in de rivier vlakbij. Nou ja, dan moet je wel weten hoe je dat ingericht hebt. Ja. Maar waar zat je in Afrika? Dat was eerst in Rwanda en daarna in Tanzanië. Oh, dat zijn wel de mooiere. Dat zijn prachtige gebieden. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb eentje zo'n safari gedaan dan in Zuid-Afrika. En ik dacht van tevoren, nou ja, olifanten en dat soort dingen. Ja, dat heb ik hier ook in Emmen gezien of in de dierentuin. Maar ik vond het wel fantastisch. Ja, nee, dat zijn voor een deel ongelooflijke avonturen. Maar goed, het heeft weinig met winter te maken. Nee, maar het betekent dus dat die Evenaar is dus altijd die 12 uur licht, 12 uur donker. Maar bij ons, in de zomer, wij zitten behoorlijk hoog ten opzichte van, we liggen aardig al richting Noordpool, is het 18 uur licht en 6 uur donker. En op dat moment is het beneden ons, is het bijvoorbeeld dus 6 uur donker en 18 uur licht. Dus het switcht tussen noord en zuid. Ja. Nou ja, en dat geeft al aan dat een van de merkwaardigste misverstanden, sommige mensen denken dus dat die seizoenen komen doordat de aarde dichter of verder van de zon af is. Ja. Nou, dat is dus echt flauwekul. Je moet altijd realiseren, in Australië is het precies omgekeerd als bij ons. Ja. En dat kan niet doordat die aarde heen en weer schiet van de zon af. Nee. Het is dus, nou ja, de draaiing om de zon en die scheve stand. En die maken dat je de seizoenen krijgt. Ja. En het is eerlijk gezegd, het is echt, als je het nog niet helemaal snapt, kijk naar die plaatjes op internet. Ja. Dat helpt echt. Nou, zal ik hem dat laten zien, Menno. Ja. Als andere mensen vragen hebben voor onze podcast, vinden we gewoon hartstikke leuk. Ga gerust naar onze website toe, www.mennoenerwin.nl. En dan kan je rustig een e-mail sturen en dan gaan we in op je vraag. Ja, nou ja, dat is dus ook dat die scheve stand, en we weten eerlijk gezegd niet precies waar die nou vandaan komt. Het is dus de scheve stand ten opzichte van dat vlak rondom om de zon waarin we cirkelen. Dit is voor ons wel heel erg belangrijk, want anders dan zou je de situatie krijgen dat het dus of altijd 12-12 is, dus dat er geen enkele afwisseling is. En dat leidt tot een heel ander biologisch systeem, een heel ander natuursysteem. Want in de tropen is regen een veel belangrijker factor dan licht, want dat is altijd hetzelfde op die Evenaar. Dus daar is regentijd is een heel doorslaggevend iets. En daar heb je meer regenseizoenen en niet-regenseizoenen. Zeg maar. Ja, en dat varieert heel erg van gebied tot gebied. In sommige gebieden heb je 2 regentijden per jaar, in andere 1. Soms blijft de regen uit, dat is dan helemaal een catastrofe. Ja. Dat is natuurlijk veel wisselender dan die lichtdonker situatie. Die lichtdonker situatie is ongelooflijk voorspelbaar. Ik bedoel, wij kunnen kalenders en agenda's maken voor jaren in de toekomst. En we weten precies wanneer zon komt op, zon gaat onder. Ja, nee, dat is...
Dat is heel vast. Ja. En daar reageert die natuur dus ook heel erg op. Dus die heeft een soort vast baken waarmee alles geregeld kan worden. Nou ja, en dat betekent dus ook dat er aan de ene dat er toch eigenlijk wel veel meer mogelijkheden zijn. Je hebt vaak in zo'n gematigde zone heb je een hele grote rijkdom aan verschillende systemen, verschillende biologische soorten die samen kunnen leven. Dat hebben we allemaal te danken aan die scheve stand van de aarde. Ja, interessant. Ja. Nou ja, dus op die manier kan je de winter dus op heel veel manieren zien. Het is wel interessant om... Ik weet niet of jij ooit toen je heel jong was... Ja, komt het, ja. Hoe was dat in de slaapkamer? Was daar een centrale verwarming al? Ja, volgens mij wel. Ja. Ik ben dus al zo oud dat... Bij ons thuis, mijn allereerste jaren, was er een kolenkachel. En die stond dus in de woonkamer en in de eetkamer. Twee kolenkachels en voor de rest niks. Nee, de slaapkamer was een verdieping hoger. En dat werd dus niet verwarmd. Ja, maar Menno, ik heb nu ook gewoon de verwarming uit, hoor, in de slaapkamer. Ja, dat is heel goed van jou. Ja. Maar het staat niet aan. Maar gaat het ook zover dat je dan bloemen op de ramen hebt als het vriest? Nee, ons huis is redelijk goed geïsoleerd. Ja, kijk. Want dat was dus bij mij in de slaapkamer. Ja. Dan moest je dus in de winter, ja, dan kon je dus niks zien. Dan moest je krabben op de ramen. Nou ja, en dat heeft dus wel weer een enorm effect op mensen. Wij hebben een systeem om ons tegen kou te wapenen. En bijvoorbeeld de Inuit, dat is natuurlijk het correcte woord voor Eskimo's. Ja. Die hebben iets wat baby's ook hebben en wat sommige mensen ook wel hebben. En dat is een kachelsysteem van bruin vet. Ja. Dat is iets heel anders dan het vet wat om onze buik ten onrechte in grote hoeveelheden zit. Ja. Bruin vet is een soort kachelsysteem. Dat kost heel veel, dat kost wat energie om het aan te zetten, maar die geeft dus warmte af. En dat zit vaak ook rondom het hoofd, in de nek, schouderpartijen. En bij Eskimo's is dat er dus veel meer. Het is bij baby's ook vaak meer. Want dat beschermt hen dus in feite tegen de grote afkoeling. Ja. En nou ja, je hebt dat soort ijsmensen en zo. Daarvan is ook wel redelijk aannemelijk dat die wat meer over meer bruin vet beschikken. Hm. En als je dus bijvoorbeeld zo dapper bent om zonder een extra pak het hele jaar door te zwemmen buiten in buitenwater, dan ontwikkel je ook wat meer bruin vet. Dan pas je lichaam zich er gewoon weer dus op aan. Ja, en die geeft dus behoorlijk veel energie uit, want het kacheltje is natuurlijk duur om te stoken. Hm. Maar dat bruin vet is wel een heel effectieve opwarmer van vitale lichaamsdelen die echt niet koud moeten worden. Jij noemt het nu in de extrema, maar ik bedoel, wij hebben wel, hè, met al die, wat het geld, wat het kost, zeg maar, wij hebben de kachel gewoon wel zachter gezet. Dat is op zich... En we hebben ook een truitje aangedaan. Ja. We hebben een kleedje gekocht en dat soort dingetjes. Ja, nou, dat is natuurlijk heel effectief. Maar ik merk ook dat ik eraan wen. Ja. Ik hield heel erg van warmte. Ik bedoel, kachel 21, 22. Ach, niks kon me te gek als het maar lekker warm was. Maar nu ik een tijdje gewoon echt goed terug heb gezet... Ik wen er wel aan. Nee, dat kan dus ook prima. Dus je lichaam past zich absoluut... en dat die temperatuur is altijd relatief. Ja. Je went eraan... En bijvoorbeeld, het is heel de ervaring, als je van buiten komt, dan denk je, goh, wat is het warm. En dan kijk je op de thermometer, dan valt het wel tegen. Maar van opzicht van buiten is het heel warm. En je hebt je bewogen, dan krijg je natuurlijk ook veel meer warmte. Ja. Dus er zijn, die temperatuursensatie is nogal relatief. Maar het is zeker waar wat jij zegt, dat ons lichaam kan zich daar makkelijk aan aanpassen. Ja. En die centrale verwarming, die heeft ons lichaam dus heel erg lui gemaakt. Ja. En een deel van het overgewicht wat veel mensen hebben, dat hangt ook wel een beetje samen daaraan. Dus zo'n te weinig uitgaven. Wacht even, ik hoor nu direct dat ik ook nog een voordeel heb zometeen. Absoluut. Natuurlijk. Je geeft extra energie uit aan om je lichaam warm te houden. Hmm. Dat is niet energie wat in vet wordt omgezet. Nee. Dus dat helpt wel. Het is een topvrijdag, Menno. Ja.
Menno, we hadden het over de winter. Zijn er nog andere onderdelen waarvan je zegt, nou, dat moeten we wel even aanstippen? Nou, ik denk dat we het meeste eigenlijk wel gehad hebben. Ik bedoel, het is wel grappig. Ik heb dus zelf veel onderzoek gedaan naar een kleine zoogdiersoort, de veldmuis. En als je zo'n klein zoogdiertje hebt, dat heeft relatief een hoge lichaamstemperatuur. Die verliest natuurlijk ontzettend veel energie als die buiten is. Mm-hmm. Dus die proberen hun eettochtjes, want ze moeten elke 2 uur wat eten, zo kort mogelijk te houden en zitten dan meteen weer in het nest. En liefst dus met elkaar, want als ze dan liggen ze dus echt tegen elkaar aan. Mm. En dan zijn ze een grotere bal en dan, die is makkelijker warm te houden. Dus dan verwarmen ze elkaar, dus dat is dat huddelen. Nou, zo ver gaat bij ons de temperatuurzin ook nog niet. Maar ik heb begrepen dat er zijn wel culturen waar het heel normaal is dat iedereen in één bed ligt. Ja. Want dat scheelt heel veel energie. Ja. Dus dat huddelen, ik bedoel, als de energiecrisis nou werkelijk doorzet, dan komt dat misschien bij mensen ook nog wel weer terug. Nou, ik heb één keer meegedaan aan de Wampex. Dat is hier een tocht van 24 uur en dan slaap je dus gewoon op het gras en dat soort dingen. En toen was het heel koud. Toen heb ik wel even een slaapzak met iemand gedeeld. Ja, want dat was wel dat was noodzakelijk. Want, het was te koud. Yeah. Nou, hartstikke mooi, Menno. Dan gaan we deze podcast afsluiten. Vind je dit nou een leuke podcast? Word dan gewoon even lid in je favoriete podcastspeler. We zijn overal te vinden. Apple, Google, Spotify, zeg het maar. Zoek op Menno en Erwin en je zal ons vinden.